Ik heb er maar één woord voor: waardeloos dat dit soort dingen in de stad Amsterdam gebeuren. Dus moet dat ons ook tot extreme alertheid dwingen. Mijn gedachte zou zijn dat ik op zeer korte termijn met de LHBTI-gemeenschap zeer snel gewoon de ideeën die hier ook werden geuit, en er zijn er kennelijk meer, ik hoorde dat er een plan in de maak is, om zeer snel van hen te horen welke ideeën dat zijn, wat eigenlijk hun plannen zijn, opdat we op dit punt toch echt even nu overgaan tot wat meer activiteit en wat meer actie. Ik denk dat dat, mevrouw Poot moet dat mij niet kwalijk nemen, misschien nog belangrijker is dan de discussie over een regenboogtegel. En dat het belangrijker is dat we kunnen zien wat kunnen we in concreto nu doen.